Nou, mijn naam is Alice ten Dam. Ik werk bij Royal Haskoning. Royal Haskoning is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau met consultants, ingenieurs en architecten. En wij werken voor de gebouwde omgeving, maar we werken ook aan waterprojecten. We werken ook aan infrastructurele projecten voor de industrie, havens, heel divers. Mijn rol zit aan die gebouwkant. En ik doe heel veel projecten, maar ik geef ook leiding aan een groep mensen die dit soort projecten doen. We zitten hier in het gebouw in Rotterdam van Haskoning, maar we spelen eigenlijk een rol wereldwijd. Maar in Nederland hebben we ook verschillende kantoren. We zijn sinds een aantal jaren op een goede manier bezig met duurzaamheid en vooral de nieuwe ontwikkelingen rondom Kredel tot Kredel. Mijn eigen rol is dat ik adviseur ben voor organisaties die zeggen van wat moeten wij nou met ons gebouwen, hoe moeten wij daarmee omgaan. Okay. Wij doen eigenlijk verschillende projecten voor de gemeente Schiedam, vooral ook voor de eigen organisatie. Maar een van de projecten is ook de school, waar we dit voorjaar voor werden gevraagd van ja, wij willen nu die school ontwerpen. We zijn bezig met het nadenken van wat moet nou die school zijn. En Haskoning willen jullie ons helpen om daar duurzaamheid beter in te krijgen. En met name ook de kredel-to-kredel principes. En wat we dan veel doen is dat we zeggen van ja, dat betekent niet dat we alleen in een ontwerpteam moeten nadenken van wat het moet het nu zijn. Maar dat we vooral met die eindgebruikers, met leerlingen, leraren, het bestuur van die school, maar ook de gemeente die straks verder moet met die school, met die mensen in discussie gaan van wat is nou een goede school. Want duurzaamheid gaat niet over minder energie alleen, of minder water, of minder materiaalgebruik. Het gaat vooral, als je ook uitgaat van kredel tot kredel principes, het nadenken over hoe kun je de dingen nu beter doen? Wat zijn de goede dingen? En ook denken in opbrengsten. Dus bijvoorbeeld niet minder energie, maar kan het gebouw nou eens energie opleveren? Bijvoorbeeld de leerlingen die elk uur verwisselen van lokaal, heel veel energie geeft dat in zo'n gebouw. Kun je dat nu opvangen, waardoor zo'n school energie gaat produceren? En dat is veel beter om dat met de eindgebruikers, wij noemen dat dan stakeholders, verschillende stakeholders. Dus niet alleen het schoolbestuur, maar juist ook met leerlingen, leraren. En wat heel bijzonder was van deze school, is dat zij al in hun lesprogramma's bezig waren met kredel-to-kredel principes. Dus wat ontzettend. Dat gedachtegoed, dat leefde daar al en zij hadden ook allerlei voorbeelden van hé, maar als we dat in die school willen, dan gaan we ook onderzoekjes doen, hè, in de BINAS-vakken. En nou, dat gaf sowieso veel energie in die workshop. En een ander aspect wat we hebben gedaan is niet alleen denken op schoolniveau, maar ook kijken, die school die staat in een wijk. Wat kan zo'n schoolgebouw nu betekenen voor mensen die rondom zo'n school wonen? En kunnen zij bijvoorbeeld, en als je, dan ga je weer denken in, gaan we nou vierkante meters, hè, de grootte van de school, de grondstoffen die allemaal in de school, worden die nu optimaal benut? Kun je nu bijvoorbeeld zeggen, een school is na 4 uur relatief leeg, hè? Zou je nou bijvoorbeeld in de namiddag en in de avonden mensen die in de wijk wonen gebruik kunnen laten maken van die school? Waardoor je eigenlijk materiaalgebruik beter optimaliseert. Bijvoorbeeld ouderen die les krijgen, die ook bijvoorbeeld internetles willen hebben. Hè? Nou, een schoollokaal is dat heel erg geschikt voor. Of misschien de bibliotheekfunctie of de sportfunctie op zo'n school. Kun je dat nou breder laten gebruiken? Want anders staat het van de 24 uur, nou, na 4 uur staat het leeg. Zo'n workshop van wat willen wij nu eigenlijk, is het vooral mensen prikkelen om ideeën te genereren. We hebben gezegd van nou, het gaat dus niet alleen maar om minder, 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 maar hoe kunnen we nu energie produceren? Of wat betekent nu, en dat is ook heel erg belangrijk, want het gaat niet om dat schoolgebouw, het gaat om een goed onderwijs. En die school is eigenlijk die moet dat faciliteren, die moet dat ondersteunen. Dus wat is nou goed onderwijs? Daar beginnen met nadenken. En toen kwam er ook onderwerpen uit als ja, dan moet die leeromgeving inspirerend zijn. Dan moet die leeromgeving gezond zijn. Want als
Als er veel CO2 in de lucht hangt, dan dat is gewoon ook wetenschappelijk bewezen, dat, dan wordt de leerprestatie minder. Dus toen kwamen onderwerpen, zeg maar, die belangrijk zijn voor een goed lesgeven, goed onderwijs hebben en goed kunnen leren. Dat was eigenlijk uitgangspunt om na te denken van, ja, wat moet dan dat schoolgebouw zijn? En dat is heel anders dan als je begint bij wat is een goed gebouw. Het gaat veel meer om dat primaire proces. Dat doen wij ook eigenlijk in alle andere projecten. Dat je nadenkt van, ja, hoe kun je dat proces van leren, of dat proces van werken, of het proces van wonen, hoe kun je dat goed ondersteunen? Het is vooral belangrijk om in interactie te staan met die eindgebruikers van die omgeving. En het is ook belangrijk om wel in zo'n sessie om ze te prikkelen met juiste voorbeelden. Maar je staat altijd verbaasd, want je denkt van tevoren van nou, dan is het iets wat wij allemaal moeten inbrengen. Maar mensen die hun omgeving belangrijk vinden, die mee willen denken wat moet die school zijn, die komen met hele goede voorbeelden. En dat zit hem in ook hele creatieve slagen waar wij dan nog niet aan hebben gedacht. Dus het is vooral belangrijk om in die sessie mensen de gelegenheid te geven om die ideeën in te brengen. En ze te inspireren om die ideeën in te brengen. En het is ook altijd heel verrassend om dan leerlingen naast leraren, naast bestuurders, naast beleidsmedewerkers van de gemeente bij elkaar te zetten. En dat is trouwens ook wel een van de kredel-to-kredel principes. Dat je niet, zeg maar, dat je echt in die keten denkt. Dat je denkt van, hey, die gemeente die wil een goede school. Want die wil op een goede manier ook mensen aantrekken om in die gemeente te komen wonen. Het is laten zien dat het onderwijs op orde is. Leerlingen hebben weer hun eigen. Die willen gewoon naar een prettige school. Die willen goed kunnen leren. Die willen goede faciliteiten hebben. Bestuurders willen natuurlijk ook het belang van zoveel mogelijk leerlingen aantrekken. Maar ook op een goede manier onderwijs geven. Dus iedereen zit daar vanuit hun eigen achtergrond. Dan is het gewoon belangrijk dat ze elkaar ook inspireren. En natuurlijk, wij sturen dat aan met principes die vanuit kredel tot kredel en maar ook vanuit, wij laten ons inspireren door kredel tot kredel principes. Denk in afval is voedsel. Hè? Denk na van, produceren wij nu afval wat elders gebruikt kan worden? Dat was trouwens ook een voorbeeld in deze school van, hey, zouden we nou op een andere manier met ons afval kunnen omgaan, zodat dat weer elders als voedsel, als grondstof kan worden gebruikt en niet dat het zomaar in een container gaat en naar de vuilverbranding, maar dat het echt gerecycled wordt. En Brouwenkaart spreekt dan niet over recyclen, maar upcyclen. Dus dat het echt weer, dat het niet slechter materiaal wordt, maar dat het minimaal op hetzelfde niveau blijft. Nagedacht over hoe kun je gebruik zoveel mogelijk zonne-energie, windenergie, zeg maar natuurlijke energiebronnen. Hoe kun je dat nou in het schoolgebouw krijgen? En ook nagedacht over diversiteit, het derde principe van kredel tot kredel. We kunnen heel monodisciplinair denken. Maar kun je nou een school zodanig opzetten dat meerdere groepen er gebruik van kunnen maken? En ook naar de toekomst toe, want wij weten eigenlijk niet wat die toekomst brengt. Hè? Dat onderwijs, en dat is heel lastig met gebouwen, dat komen wij ook in andere projecten tegen. Een gebouw blijft relatief statisch. Het staat voor 20, 30, 40, 50, 100 jaar. Terwijl een leerproces, nou, dat ontwikkelt zich. Organisaties veranderen zich. En dat weten we niet op dit moment hoe er over 5 jaar les wordt gegeven. We hebben wel richtingen, je kunt in scenario's denken. En dat is dan ook heel erg belangrijk om dat schoolgebouw zoveel, en wij noemen dat dan adaptief vermogen te geven, eigenlijk de flexibiliteit hebbend, dat er, misschien is er nu veel groepsonderwijs en wordt het meer individueel. Kun je nou de ruimte zodanig maken dat die verschillende vormen van onderwijs, die we nu nog niet weten hoe dat over 5 tot 10 jaar echt zal gaan, dat die een plek altijd kunnen vinden. En een mooi voorbeeld is wel, gewoon als je kijkt naar de universiteitsgebouwen in Oxford, die worden nog steeds gebruikt. Dat zeggen we wel vaker, van de grachtenpanden in Amsterdam, die worden nog steeds gebruikt. Er zitten wel mits en maren aan natuurlijk, maar blijkbaar hebben die gebouwen een bepaalde kwaliteit, waarmee organisaties zeggen, daar doen we het mee.
En dat heeft heel veel wel met diversiteit te maken. Dat je niet insteekt op korte termijn en op monodisciplinair, maar dat je breder, een bredere opzet maakt. Ik denk dat je ook niet moet zeggen van alles moet 100 jaar bestaan, maar dat je goed moet nadenken van wat moeten we nou, dat je moet nadenken over die levensduur. Van wat is nou zinvol? Om te zeggen van misschien moet wel inderdaad het inbouwpakket, dus de tafels en de stoelen en kastenwanden en dat je zegt van hey, dat moet zodanig gemaakt zijn dat we het heel makkelijk weer opnieuw in een cyclus voor anderen toepassingen gebruikt kunnen worden. Maar dat bijvoorbeeld de structuur van het gebouw, de kolommen en de vloeren en de fundering gewoon 100 jaar kan blijven staan. En zo zou je ook, en dat is ook wat heel interessant is aan het kredel-te-kredel principe, is dat je veel meer zegt van nou, die vloerbedekking, die schaffen we niet aan, die kopen we niet, maar die gebruiken we. We vragen van een leverancier dat hij zorgt dat wij 10 jaar lang een vloerbedekking hebben met die schoonmaakkwaliteit, die slijtvastheid, et cetera. En daarmee hoef je als school niet te bedenken van wat moet ik met mijn vloerbedekking, maar die leverancier die gaat een optimum zoeken in die levensduur. Want die gaat dat materiaal wat hij als die vloerbedekking weer uithaalt ook weer gebruiken om nieuwe vloerbedekkingen te maken of misschien wel hele andere toepassingen. En dat zou je misschien ook wel met ramen kunnen doen of met een gevel. En dat is nu ook met de school, en dat is een traject waar we voor staan om te bedenken van hey, zijn nou leveranciers bereid om veel meer te denken van ik lever een gevel met een bepaalde kwaliteit, dat de wind buiten blijft, dat het binnen een bepaalde temperatuur is. Maar de school hoeft zich geen zorgen te maken over, moet die gevel nu aangepast worden? Heeft die onderhoud nodig? Dat blijft die leverancier doen. En dat is dat ketendenken, dat is wat met kredel-to-kredel principes eigenlijk veel meer wordt gestimuleerd. Wat ik leuk vind is dat ik, wat ik in mijn werk doe, is toch de vernieuwende ontwikkelingen opzoeken. Maar ook met in projecten en met opdrachtgevers kijken hoe we die kunnen toepassen. Ik vind vooral die combinatie van ontwikkelen en in de praktijk toepassen, vind ik heel leuk. En het is gewoon zelf op zoek gaan ook weer. En natuurlijk met een heel team om ons heen. En ook binnen Haskoning met alle verschillende disciplines. Dat je heel makkelijk bij milieumensen binnenloopt of bij watermensen. Wat wij dan weer goed kunnen toepassen in onze gebouwde omgeving. En dat maakt het leuk en interessant. En dat bevalt mij, ja. Nou, we hebben een beetje een nevenrol. Er is nu een architect geselecteerd. En andere adviseurs die zorgen voor het binnenklimaat, voor de installaties, voor de constructie. We worden eigenlijk door de school en de gemeente parallel aan dat traject gevraagd om ze te begeleiden. Maar het is wat minder vast in een ontwerpteam. Wat ook heel erg belangrijk is, en dat heb ik nog niet gezegd, is dat je de dingen die je bedenkt, dat je die financieel en economisch duidt. Dus dat je weet van wat gaat het ons opleveren. Want iedereen denkt altijd, dat kost ons dit of dat is heel duur. Kredel te kredel is heel duur, maar waar het om gaat is als je bijvoorbeeld bedenkt dat die school energie gaat opleveren. Of dat die school afval produceert wat weer elders gebruikt kan worden. Dan kun je daar geld voor vragen. Dus dat zijn opbrengsten. En dat is ook heel erg belangrijk om in zo'n traject, en dat had ik nog niet verteld, maar dat je in zo'n traject bedenkt van hey, wat gaat het ons opleveren? Want als je alleen maar denkt in kosten, dan kom je er niet. En dat hebben wij ook in huis, zeg maar, dat we die financieel-economische kant, niet alleen van die investering, maar juist ook over van nou, als ik die vloerbedekking kies, dan heb ik minder schoonmaak. Ja, en dan heb ik op jaarbasis minder kosten om het gebouw schoon te maken. Dat je dat soort opbrengsten duidelijk maakt en daarmee worden ook bepaalde oplossingen haalbaar.
En dat is ook wel een van de dingen wat Braungart zegt van maak er een business case van. Het moet zorg dat je de opbrengsten, dat je de goede dingen doet die opbrengsten opleveren. En daarmee worden zaken, bepaalde oplossingen ook haalbaar. En soms zijn die eindgebruikers niet bekend. Hè? Er worden natuurlijk relatief veel gebouwen ook neergezet. En sowieso, ook als je naar ministeries kijkt, die ambtenaren worden anders. Dus we weten niet wie die ambtenaar over 20 jaar is of over 10 jaar. Maar dat je nadenkt, dat je je in gaat leven, wie is die eindgebruiker en wat is voor hun belangrijk? Dat is een belangrijke, het denken in ketens, dus zorgen dat, dat ook leveranciers meedenken over wat voor toepassingen kunnen we goed in dit gebouw neerzetten. En het allerbelangrijkste is het denken in opbrengsten. Dus niet denken van ik moet minder energie, minder water, maar wat is een goede leeromgeving? Een goede leeromgeving is een gezonde leeromgeving, het is een inspirerende leeromgeving. En daarmee gaat die school leerlingen aantrekken en gaan leerlingen met plezier naar school. Daar moet een gebouw aan bijdragen.